Vorige week had ik eindelijk weer een keertje FIFA Mobile gespeeld. Het was echt al veel te lang geleden. En ik dacht, ik ga het gewoon weer een keertje spelen. Kijken of jullie het leuk vinden. Kijken of ik het leuk vind. Nou, ik vond het sowieso al leuk. Maar ik wist niet zo goed wat jullie ervan vonden. Dat ik FIFA Mobile zou gaan spelen. Maar er waren zo belachelijk veel positieve comments. Dat ik dacht, weet je wat? We gaan dit gewoon vaker doen. Want hier wat positieve comments. Dit waren ook de meest gelikte comments onder de vorige video. Dit was de top comment. Doe dit vaker. Like doordat Jorrit het ziet. Bows Army Ball Army. Hij is net fout gespeeld. Maakt niet uit. Ik snap hem. En hier nog een comment van Mees. Die zei dit. Maak hier AUB een serie van. En echt zoveel van dat soort comments. Dat ik dacht, ja, we gaan dit gewoon vaker doen. En ik ben meteen wat meer gaan spelen. En wat we deze video kunnen vrijspelen. Is best wel nice. Want ik heb hier namelijk bij gevorderde. Ik heb al deze opdrachten al gedaan. Dan moet ik alleen deze laatste wedstrijd nog spelen. Krijgen gouden spelen van 70 plus. Plus we krijgen deze 78 rated rechtsachter. Dus dat is heel nice. Daarnaast heb ik mijn opdrachten voor vandaag voltooid. Dus daar krijgen we nog een pakketje uit. En we krijgen ook een wekelijkse beloning die nog zieker zijn. Dus dit gaat sowieso heel nice worden. En dit is wat nog vetter is. Ik zal even naar home gaan. Wat ook heel nice is, wat we ook nog gaan voltooien. Bij de Fishing Rivals krijg je de hele tijd rewards. En ik ga zorgen dat ik de 40.000 fans ga halen. En daar krijgen we dan ook weer een bonus uit. Het wordt gewoon een zieke video. Gewoon meteen lijpen. Video's maken. Ja, dat gaat sowieso wel lukken. Maar als jullie zin hebben in deze video, smash allemaal dat duimpje omhoog. 2.000-3.000 likes zou heel nice zijn op deze FIFA Mobile video. En vergeet natuurlijk ook niet te abonneren op mijn YouTube kanaal. Blijf je op de hoogte van meer FIFA en FIFA Mobile video's en voetbalvideo's. Dus vergeet dat zeker niet te doen. En trouwens, nog even één comment. Sam die zei namelijk dit. Tip, als je elke dag je gratis reward claimt bij meld je elke dag aan. Dan krijg je na een week al 86 rated Mbappé. En daar kwam ik inderdaad achter. Dus dat ben ik ook momenteel aan het doen. Ik ben helaas momenteel nog bij dag 2. Maar op het moment dat je dus een week lang inlogt, krijg je gewoon gratis Mbappé. Dat is ziek. Dus die wil ik eigenlijk wel hebben. Maar misschien dat dat komende video of die video daarna gaat gebeuren. Maar laten we maar beginnen met gewoon het lekker claimen van deze rewards. Krijgen we mooie edelstenen erbij. Edelstenen zijn trouwens niet de dingen waar je echt zieke packs mee kan openen. Maar zijn alsnog wel chill. Voor packs heb je eigenlijk meer FIFA punten nodig. Die edelstenen kan je wel redelijk makkelijk krijgen. Maar we hebben nu dus hier twee pakketjes klaarstaan. Van dagelijkse beloning en van weekbeloningen. En die weekbeloningen die zijn wel wat zieker. Dan krijgen we 5000 coins, 25 edelstenen. En hier bij de dagelijkse beloning krijg ik 20 edelstenen, 2500 coins. En volgens mij kan je ook spelers uit die packs krijgen. Maar dat weet ik niet helemaal zeker. We krijgen in ieder geval heel veel boosten. Al die dingen die je ziet, dat zijn allemaal boosten die je kan upgraden. En dan worden je spelers zeg maar beter. Bijvoorbeeld hier heb je een tempo boost. Dan kan je zorgen dat je spelers een beter tempo krijgen. Moet je ze dan natuurlijk upgraden. In ieder geval nice. Ik dacht dat je spelers kon krijgen, maar dat is helaas niet het geval. Maar gelukkig kunnen we hier wel spelers krijgen. Want op het moment dat ik deze wedstrijd haal, krijgen we 70 plus rate speler. En dat is voor mijn team momenteel best wel goed. Ik zal mijn team eventjes laten zien. Dan moet het wel een redelijk goede zijn. Want ik heb ondertussen mijn team al volledig goud. Behalve mijn keeper. Een keeper. Die heb ik nodig. Dat zou heel chill zijn als dat gaat lukken. Dat we een keeper krijgen. Dus dat zou mooi zijn. Maar het kan natuurlijk ook een betere speler zijn dan 70. Het kan ook eentje zijn van 75. Maar die rechtsachter, die is sowieso nice. En die krijgen we ook. Dus dat is ook nice. Maar ik ga gewoon lekker spelen. En ik laat lekker de hoogtepunten zien van dit potje. Want het duurt wel even voordat we dit potje hebben gehaald. We beginnen in de 15e minuut. Ah, dit moet wel goed komen. Ik zie jullie op het moment dat ik even een mooie goal ga scoren. Hoop ik wel dat dat maar gaat gebeuren. Nou, hier gaan we hoor. Hier gaan we. Een mooie aanval. Even steekwijze. Ja, zo kan je het heel makkelijk afmaken. Dat werkt met de echte FIFA. Maar dat werkt met FIFA Mobile ook zo. Gewoon een tikkie opzij. En hij zit altijd. Ja, helemaal als je 1-op-1 naar de keeper gaat. Maar dit zijn trouwens nog niet de moeilijkste wedstrijden. Even trickje. Oh, yo! Was dit buitenspel? Denk het niet. Nou, ik ga nu niet het nog een keer opzij leggen. Oh, mooi gedaan, mooi gedaan. Dan staan we 2-0 voor. Het is nog redelijk makkelijk niveau, omdat ik nog redelijk aan het begin zit van FIFA Mobile. Maar als je echt dit veel speelt, wordt het steeds moeilijker en wordt de uitdaging ook steeds hoger. En je kan ook online tegen elkaar spelen. Dit is nog tegen computer, maar online kan ook. En dat is ook heel leuk. Dat gaan we dus zo meteen even doen in de game mode versus. Maar nog even één goal laten zien. En dan is het ook wel rust. Ah, ik ga wel eventjes steekpasen. Oh, heerlijk uitgespeeld. Heerlijk uitgespeeld. Ik ben denk ik beter in FIFA Mobile dan in FIFA, zeg maar. Ik denk dat ik van meer mensen win op FIFA Mobile dan in FIFA 21. Dat is wel ernstig eigenlijk. Maar ik zie jullie wel weer op het moment dat de wedstrijd voorbij is. Want dit gaat wel makkelijk lukken. Nou, de wedstrijd is ondertussen afgelopen. 5-0 is het uiteindelijk geworden.
Twee vingers in een neus. Ja, dit is echt nog heel makkelijk. Maar de rewards zijn wel nice, want we krijgen dus een 70-rated plus speler. Welke speler dat gaat worden, gaan we nu achterkomen. Hopelijk is het een beetje een goeie. Het is... rechtsachter. En daar baal ik een beetje van, want ik krijg zo meteen ook nog een rechtsachter. Dus als het alleen... Ja... Oh ja, ik had het liefst dus een keeper gewild, maar we krijgen nu nog een rechtsacht van 78 reden. En die kan ik natuurlijk veel beter in mijn team hebben staan. Dus ik baal er eigenlijk wel een beetje van. Maar is niet anders, we hebben hier trouwens ook nog een opdracht voltooid, zie ik. Dan krijgen we 75 edelstenen. Dat is ook zo. En nog allemaal boosten. Ik heb echt zoveel boosten momenteel. Dat slaat echt helemaal nergens op. We kunnen... Oh, nu kunnen we die edelstenen claimen. Eerst had ik nog een andere... Oké, dit is helemaal top. Dan ga ik nog eventjes mijn team verbeteren. En dan gaan we daarna nog even online spelen. Dan gaan we nog even Division Rifles spelen. Zo moet ik het noemen. Dan ga ik de 40.000 fans halen. En dan gaan we daar ook nog bonussen van krijgen. En ik krijg ook een dagelijkse beloning. Wat krijg je hieruit? 10.000 tot 50.000 munten. Je krijgt trainings XP en je krijgt een weekendkaartje. Want ook hier heb je een soort van weekend league. Dus dat is ook wel nice. En hoe verder je komt, hoe groter de rewards zijn die je krijgt. Oh, hier kan je gewoon zien wat je gaat krijgen. Dus we krijgen skill boost en we krijgen nog 75 edelstenen. En daarna krijg je gewoon steeds meer. Ja, hoe verder je gaat, hoe meer je gaat krijgen. Maar die dagelijkse beloning is natuurlijk ook chill. Maar ik ga even mijn team beter maken. Want ik heb nu 72. Ja, ik kan hier denk ik een rechtsachter neerzetten. Dan zet ik hier een rechtsachter neer. En op de plek van mijn echte rechtsachter zet ik mijn echte rechtsachter neer. Die zet ik daar neer. Kijk, dit ziet er toch al een stuk beter uit. 73 algemene rating. Stel ik doe deze omhoog, dan wordt mijn centraal verdediger... gaat met 1 algemene rating omhoog. Dan wordt alles 1% beter gemaakt wat hier boven staat. Tackle, onderschepping, versnelling. Dus dat is heel chill. En daarom zijn die boosten eigenlijk wel heel goed. Maar niet alle boosten kunnen gebruikt worden door alle spelers. Kijk, bijvoorbeeld deze boost, die hebben alleen 2 reservespelers waar het op telt. En de boosten die bovenaan staan, die worden wel gebruikt door spelers die ik in mijn baas zelf heb staan. Dus dat is al nice. Maar ik ga eventjes alles boosten wat ik kan boosten. En dan gaan we daarna Division Rifle spelen. Zo, ik heb mijn boost allemaal even geüpgrade. En zoals jullie zien staat er dus inderdaad overal plus 1, plus 2. Dat zijn de algemene beoordelings die omhoog zijn gegaan. Dus mijn team is nu in 1.74 rated. Maar we gaan nu gewoon lekker Division Rifle spelen. En dan laat ik even zien hoe deze game mode werkt. Date versus eigenlijk. Je speelt gewoon 1,5 minuut tegen iemand anders. Live, online. En dan moet je gewoon binnen die 1,5 minuut zoveel mogelijk scoren. En degene die de meeste goals heeft gescoord, die wint uiteindelijk. En hoe beter jouw team, hoe groter de kansen zijn die je krijgt. Dus als jouw team beter is dan je tegenstander, krijg je betere kansen. Kijk, hier zie je dit. Ik heb meer goede en super goede kansen dan wat mijn tegenstander heeft. Omdat mijn team net iets beter is. Dus dat is nice. Je begint vanaf de aftrap. Dat vind ik nooit heel chill. Dus ik schiet gewoon die bal weg. En hierna krijg je gewoon een kans. Aftrap, dat is altijd een kans waar je niet vaak uitscoort. Dit ging niet heel lekker. Dit ging niet heel lekker. Oké, dit is een geweldige kans. Ja, dit is dus makkelijk. En dit zijn dus goede kansen. En hoe beter je team is, hoe meer van dit soort kansen je krijgt. Die gaat naast. Dan hebben we nu een corner. Ik ga wel hierheen pasen. Dan kan je op het scherm drukken en dan kan je zo naar hem toe. Ah, dit gaat niet echt goed. Ik scoor nog helemaal niet veel. Oké, daar gaat de bal weer. Ik sta nog wel 1-0 voor. Dus dat betekent dat mijn tegenstander nog helemaal niet heeft gescoord. Boom. 2-0. Dat was even een lekkere kans. Nou, ondanks dat ik helemaal niet zo heel goed speel, ga ik wel op zich prima. Want ik sta momenteel 4-1 voor. 4 goals is voor deze game mode echt niet heel veel. Oké, een voorzetje. En dan tik ik hem weer terug. En boom. Heerlijk uitgespeeld. 5-2. Makkelijk, makkelijk, makkelijk. Dan gaan we kijken of we in 1 keer uit de lucht kunnen schieten. Je teamgenoot stond buitenspel. Oh ja, dat moet je ook opletten. Als je buiten... Oeh, dat was bijna een lopje. Als je omhoog slaat, heb je een lopje. Maar je mag ook niet buitenspel staan. Oh shit, dit ging niet heel goed. Nee, inderdaad, deze ging naast. Maar we hebben gewonnen en daar gaat het om. 5-2. En dan kan je de statistieken eventueel nog zien. Maar dat maakt me nu niet zo heel veel uit. En daardoor krijg je fans erbij. En hoe meer fans, hoe meer rewards je krijgt. Die rewards heb ik net laten zien. Maar we krijgen dus weer boosten, waardoor mijn team beter kan worden. En we krijgen mijn dagelijkse beloning met coins. En coins is natuurlijk chill, want dan kan je weer eventueel spelers mee kopen. Daar kan je spelers mee upgraden. Je kan er in ieder geval weer heel veel mee doen. Maar ik ga even zorgen dat ik die 75 edelstenen nog krijg. En dan gaan we tot slot van deze video gaan we nog even een pakketje openen. Even kijken wat er in de store te krijgen is. En dan openen we een pakketje. Misschien dat ik eentje ga kopen. Of misschien dat ik eentje gratis kan kopen met de edelstenen die ik nu heb. Maar hoe dan ook, ik ga ervoor zorgen dat ik eentje ga kopen. Nou, nog 5 seconden. Eens kijken of ik nu kan scoren. Boom!
Oh, wat een heerlijke goal. Sluiten we hem af met een mooie goal, want de tijd is ondertussen om. En dan hebben we 2 potjes gewonnen. Het is nu vrij makkelijk, want ik heb een beter team dan de tegenstanders waar ik tegen moet. En die hebben echt veel minder team, dus eigenlijk hebben ze ook geen schijfkans. Op het moment dat je echt een beter team hebt, dan win je dit ook wat beter. Maar we krijgen 75 edelstenen erbij, dus dan heb ik behoorlijk wat rewards gekregen. Al met al, als ik alles bij elkaar optel. Dus dat is wel chill. Maar dan gaan we even naar home en dan gaan we eventjes naar de store. Want ik wil natuurlijk even kijken of ik misschien wat kist kan openen. Je hebt trouwens echt vet veel dingen. Je hebt Team of the Week, dan kan je Team of the Weeks vrijspelen. Je hebt icons, dan kan je icons vrijspelen. Je hebt echt vet veel dingen om goede spelers te krijgen. Dat is wel leuk. Maar dat doen we binnenkort een keertje. We gaan daar nu niet op focussen. We gaan nu een pakketje openen. Oké, ik zit een beetje te kijken. Je kan een spelersbundelpakket kopen met allemaal 70 rated plus spelers. Die kan ik kopen met de coins die ik heb. Maar eigenlijk bewaar ik die liever. En met mijn diamanten die ik nu heb, kan ik helaas niet zoveel. Nee, daar kan ik net niks mee. Maar er zijn nu speciale aanbiedingen. Hier namelijk, je kan een 80 rated plus speler krijgen voor 2,29 euro met 100.000 coins. Plus 200 VIP punten en dan krijg je een van deze spelers. Dus dat gaan we doen, dat gaan we doen. Dat is een goede aanbieding. 100.000 coins betaal je namelijk normaal gesproken veel meer voor. En een 80 rated speler is ook nice. En dan hoef ik niet al mijn coins uit te geven. Dan kunnen we die nog voorlopig bewaren. En dan kan ik misschien binnenkort een keertje op de transfermarkt zieke spelers kopen. Oh, en ik krijg de beste. Nice, 84 rated. Dat was de beste die je kon krijgen. Want er was 1 van 82 en 2 van 80. Oh, dat is wel echt heel chill. En ik ben momenteel bij VIP rang 2. Je hebt allemaal verschillende ranks in VIP. En hoe verder je komt, hoe meer beloningen je krijgt. Dus dat is in principe ook heel chill. Donders, wat is dit nice. Heb ik nu trouwens hier iets vrij... Ja, ik heb hier iets vrij gespeeld. Krijgen we hier nog eventjes mooi wat edelstenen erbij. Oh, wat is dit nice. Dit is wel echt heel nice. Mooie afsluiten van deze video. Maar dan ga ik die speler natuurlijk nog eventjes in mijn team stoppen. Want ik heb momenteel rechtsbuiten een 70 plus spits staan. Dan kan ik natuurlijk beter mijn rechtsmidden neerzetten. Ojo! Yo, ik heb trouwens 2 zieke rechtsmiddens. Want ik heb ook al een Pizzi als rechtsmidden. Die is ook vet goed. Maar dan heb ik nu al echt een veel beter team al. Hoe nice is dat? 75 rated. Maar dit was voor deze video. Bedankt jullie voor het kijken. Vergeet natuurlijk allemaal niet dat duimpje omhoog achter te laten als je dat nog niet hebt gedaan. Dan heb ik tot slot nog mening te zeggen. En dat is natuurlijk, ik zie jullie later, baas. Als je dit nou een leuke video vond, check dan even de video die hier komt te staan. Dan vind je die waarschijnlijk ook wel leuk. En abonneer natuurlijk even. Dat kan je hier dan hieronder doen. Dan blijf je op de hoogte van al mijn video's. En dat is natuurlijk net zo leuk. En ik heb ook kleding. Bouws Army kleding. Wil je het zelf kopen? Ga dan naar bouws.nl en word lid van de Bouws Army. Let's go!